Jij bent de CP, Lutsen. Max is de CWL. Wat ik graag wil, we gaan even de oefening weer doen. Benaderen van een brandmelder.
Doe dat in één keer, probeer dat in één keer goed te doen. Luts, die gaat achter de balie zitten. Oh, Max, donderdag container, toch? Vrijdag. Vrijdag. Max gaat de surveillant zijn. Lutsen, ja. Jij doet niks. Inderdaad. Jij doet niks wat Max niet vraagt. Dus je gaat niet tegen Max zeggen, zal ik maar even iemand dit, dan zal ik maar even dat voor je gaan doen. Max gaat dat prima zelf. Max, jij doet maar net alsof het een examen is. En er zijn 15 examinatoren die gaan met jou meekijken. Jij dat gaat doen. Wat zijn? Kijken er twee. Echt kijken er twee bij. Niet twee van jullie, maar twee van ons. Dat is ook niet leuk. De woonkast, tape one. Wordt je zenuwacht? Nou, niet van twee mensen. Daarom oefenen we nu ook met 15. Dan zijn twee wat makkelijker. Dan met het examen. Met het examen gaat het zo dat er twee examinatoren zijn. Eén zit achter de klas. Die speelt onder andere een rol met telefoon aannemen. Gewoon hier, ja, dat is ook aan de beurt. En de ander die speelt een rol hier. Dus dat kan zijn dat hij een bezoeker speelt. Het kan ook zijn dat hij iemand speelt die aangehouden zou moeten worden. Die dan een beetje gaat tegensputteren. En met z'n tweeën beoordelen die of je wel of niet geslaagd bent. Nu zijn er 15 die meekijken. Dus kunnen we vast een beetje winnen aan alle blikken. Yes, groepsdruk. Precies. Max, daar kun je wel tegen, hè? Ja. Wie zei dat? Jorik. Lekker Jorik. Wat we gaan doen, is de volgende match. Nog een keer. En Lus. Take my fame. Open dag. Max is op ronde. Max, jij staat op. Het is 8 uur ochtends, jullie zijn net begonnen en Max die gaat op ronde, dus jullie doen alles zoals dat hoort wanneer een surveillant op ronde gaat. Op een gegeven moment zul je gebeld worden of zul je opgeroepen worden met een melding. Die melding handel je af zoals het hoort. Akkoord? Ja. Wij gaan kijken hoe jij dat doet. Na afloop mag iedereen daar iets over gaan zeggen en degene die het meest durft te zeggen is dan aan de beurt. Zo weet ik al. Nou, ik zie het. Nee. Ja, dus. Als het ergens een alarm afgaat of zo, moet ik het uitzetten. Nee, hij gaat geen alarm. Beter. Ja? Ja. Max. 8 uur. Je bent net opgestaan. Koffie achter de kiezen. Jouw collega zit daar. Jij gaat ronde. Jullie zien elkaar niet. Inmelden. Doe wat je zou moeten doen. Oké. Okay. Wat ga jij doen? Echt wat kun ik. Jeffrey, jij bent van de technische dienst. Ja. Je komt aanlopen. Ja. Je hebt een melding gehad dat er ergens een stuk van de stroom is uitgevallen. En jij gaat kijken wat er aan de hand is. Dat doe je in de technische ruimte. Ja, dan is het wat er van buiten staan. Wat zijn? Moet ik buiten staan? Ja, doe. Ja. Yes. Hallo. Mag je niet binnenkomen? Het is licht om van buiten stoppen hier binnen. Nee. Oké. Dankjewel. Ja. Dankjewel, dus brandweer is gekomen. Hey, zaak wordt geplust. Kan die mensen dan niet dood of waarom mensen dood? Nee, om niet. Licht om van buiten stoppen, joh. Vond ik ook. Ik vond bijna alles goed gaan. Wat? Ik soepel, hè? Nee. Hij laat hem hangen. Oké. Hij meldt zich aan. Ja. Hij keek meteen de deur in. De deur in, de ruimte in. Ja, okay. Toen hij de deur open. Ja, oké. Okay. Want er kwam niet direct een steekvlam, dus hij durfde er wel om doen. Hij ging op ronde. Wat deed hij? Hadden? Toen hij op ronde ging, toen... Ging je op ronde? Toen ging je op ronde, ja. Briljant. Ja. Hij deed een portocheck. Hij deed een portocheck. Oh, ja. Precies. Voordat hij op ronde gaat, portocheck doen. Prima. Hij krijgt een melding door. Hij komt bij de deur. Gelukkig is hij niet zo heel ver. Meldt hij zich keurig te plaatsen, toch? Wat moet je eigenlijk eerst doen? De deurprocedure of brandweer bellen? Wat denk je? Ik heb geen idee. Deurprocedure.
Wie weet het antwoord? Deurprocedure. Waarom? Nou, omdat het toch wel belangrijk is. Omdat je al zeker weet dat er een, dat er een vuur is. Ja. Oh, ja, maar je kan ook branden voor niks brand is. Want als er geen brand is, dan hoef je de brandweer ook niet te bellen. Dus je moet wel eerst constateren, is het daadwerkelijk een brand? Heb je dat geconstateerd, ga je direct eerst de brandweer bellen. Ja, ik weet niet. Elke en Marieke die werken bij de jij gaat op ronde? Ja. Zoals ze neemt. Je doet zoals het hoort. Krijg vervolgens de melding. En richt, doe alles zoals jij denkt dat het moet. Marieke doet niks. Dat jij niet vraagt. Dus ook met een praatje gewoon weer. 15 mensen gaan kijken hoe jij het doet. Heel mooi praatje. Gek hoor. Ja? Appeltje uitje toch? Kijk, wat bedoel ik? Stoel op de kamer. Ja. Nou, go your game. Er komt een vrouw in de ja! Zal ik je keer kassen? Lutsen! Klein kind. Uit je bek neer. Die was feitje. Laat schrikken. Helemaal verbrand. Binnengekregen, automatische brandmelding, lokaal 76, technische dienst. Oké. Brand toch? Brand, automatische brandmelding, lokaal 76. CP voor Porto 1. Porto 1, we zijn bij over. Ik heb net een automatische brandmelding gekregen in lokaal 76 van de technische dienstruimte. Kunt u er even kijken? Over. Ja, ik zal er even kijken. Even. Over. Met een gevaar van eigen leven leg je hier aan neer. Ja. En nu wacht je op een ambulance. Waar nu? Ah, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus je gaat... wat ga je doen? Eerst wel. Slagen wel. Naar de wereld thuis. Naar de wereld. Ik weet wel. Breng me bij de wereld. Ik vraag me af of alles wel goed gaat en of zo. Oh my god. Om hier gaan even uitleggen. Leuk mootje hoor. Ook goed opletten. Hallo. Hoort u mij? Weet u nog wie u bent? Wat er is gebeurd? Waar heb je last van? Ik kan niet erbij zien. Dan red je het toch? De hulpdiensten komen weg. Hé, hey, dus gerust. Ja, het is wel beter dan dat ik. Ja. Het komt allemaal wel goed hoor. Oh my god. Hij zal al nu weg. Ja, maar dat komt wel. Hé, Bonnie, vraag ons gelijk naar nummer. Wilco, vorige keer heb ik het ook gezegd. Op het moment dat je een slachtoffer, als dat zou kunnen, naar buiten brengt, buiten het brandgebied, ga dan wel even diegene geruststellen. Ik ben Wilco, ik ben van de beveiliging. Mevrouw, rustig, alles komt goed. Ja. Mag ik vragen wie u bent? Weet u uw naam nog? Weet u wat er gebeurt? Sorry? Als ze dood gaat, weet ze het toch niet. Nee, maar deze mevrouw leek me niet echt dood, zo voor nog. Ja, maar stel, je zegt van, die komt wel goed, en die hele gaat alsnog dood. Dat kan. Ja, maar dan is het dan heb je haar in ieder geval gerustgesteld. En dat is wel heel belangrijk. Wat ging nu? Slachtoffer is waarschijnlijk zou wel eens in paniek kunnen.